We hebben een paar super dagen gehad. Het weer heeft ook mee geholpen. Helemaal top. Na vier dagen van hossen, sjonkelen en feesten is het dinsdagmiddag tijd om het carnaval in Scherenberg traditioneel af te sluiten door een pop te verbranden. Nou, het is nog niet helemaal ten einde. We hebben vanavond natuurlijk voor de grote prins pop verbranden. Maar ja, hoe voelt dat? Dat is een periode die we afsluiten. Ik zag die jeugdprins, nou ja, die was wel emotioneel. Zielig, hè? Ja, Jochie heeft het zo goed gedaan. Maar niet alleen de jeugdprins, het gevolg, zijn vader en moeder, allemaal waren emotioneel. En die hebben ook heel veel werk in zitten. Dus ja, ik kan me dat wel weer voorstellen dat het dan gebeurt. Die leven toe naar zo'n moment uiteindelijk. Ja, en dan is het altijd weer een kippenvelmoment als het weer stopt. En dan kijken we wel weer uit naar volgend jaar. Het carnaval in de Bascupstad is dit jaar vernieuwd. Onder meer met een aantal tenten. Dit tot vreugde van de carnavalisten. Nou, zingen met de benen doet. Een super weekend gaat, weinig gedonder. Alle horeca die wij gesproken hebben, waar we geweest zijn, was gewoon volle bak. Een gezellig, sfeervol carnaval. Anders kan ik het niet benoemen. Het is een zware periode, maar de echte carnavalisten die gaan gewoon door. En die kijken alweer rijkhalsend uit naar volgend jaar. Wat staat er vanavond nog op de plan? Ja, wij moeten vanavond nog naar verschillende horecazaken heen. En dan gaan we nog een rondje lopen. En om 12 uur vanavond, ja, dan moeten wij hier de poppen in de band steken. En dat is afgelopen.